Uh, de FOMC rentebesluit. Nou, hoe kan je nou zorgen dat je van deze volatiliteit zoveel mogelijk profiteert? Hey, mogen we Cash. Ik ben Chris. Ik ben Berry. En we zijn vandaag een uurtje eerder, want het is vandaag zes uur. Dan denk je nou eens, hè? Waarom staat de video nou nu pak? al online? Wat is dit? Nou ja, wat is dit? Om 7 uur hebben we vandaag uh, de FOMC-rentebesluit. Omen oh, Power komt, oh, komt er even langs. En uh, rondom dit rentebesluit uh, is altijd volatiliteit. Nou. Hoe kan je nou zorgen dat je van deze volatiliteit zoveel mogelijk profiteert? Hoe kan je rondom deze volatiliteit treden? Er zijn twee manieren die je toe kan passen om te treden tijdens FOMC. En in deze video gaan we jullie precies laten zien hoe je dat kan doen. En daarom zijn we dus ook een uurtje eerder, Search Tijdens FOMC. Niet in de stress zit en weet wat je moet doen. Dat je dit kan toepassen. Dat je dit kan toepassen. Ja. Dat is heel belangrijk. Want die, die prijsactie die hebben we al meerdere keren nu gezien, rondom ja. die uh, FOMC-uitspraken. Uh, dat is volatiel. Dat zorgt voor volatiliteit. En dan worden mensen bang. Dan durven mensen niet meer te treden. Maar je kan nog steeds prima treden. Als Absoluut. je moet wel even je kopje erbij houden en weten wat je doet. Dus, dus dat zijn... gaan we in deze video laten zien. Nou, ja, er zijn een paar belangrijke dingen waar je echt op moet letten. Gaan we dadelijk ook naar kijken. Je ziet inderdaad, je hebt het al even aangehaald, die volatiliteit die is eng. Maar die biedt ook heel veel kansen. Zeker. Want de uitslagen zijn heel groot. Uh, kan je daar goed op treden? Zeker. Dat gaan we jullie dadelijk uitleggen. Maar de, waar, waar verlies staat, aan de andere kant staat winst. En ik denk altijd: ik zie de kansjes. Ik denk, oh, het is wel interessant. Hier ga ik even op letten, daar ga ik op letten. En dat is eigenlijk meer hoe je naar dit soort events moet kijken. Ja, wat... gaat, gaat de prijs dadelijk in beweging komen? Ongetwijfeld. Maar wat jij zegt is een hele belangrijke. Als de prijs uh, gigantisch omhoog gaat, nemen mensen daar uh, winst. Weet je, waar ergens verloren wordt, uh, wordt ergens verdiend. En waar ergens verdiend wordt, wordt er aan de andere kant ergens iets verloren. Ja. Uh, en dat is heel belangrijk voor wat betreft reden. Zullen we eerst even kijken naar wat de impact van uh, de rentebesluit is op de prijs? Ja, vind ik leuk. Uh, FOMC heb ik even hier overheen gegooid. Is gewoon een indicator die uh, neemt gewoon domweg de data van, van, van de. Van, van de... Is... ...is gewoon een indicator. Die heb je ja. van de week in de stream uitgevonden. Nee, nee, nee. nee. Maar <laughs> ja, 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 ja. ik vind het dan wel leuk, is weet het, je. Het, is het, is het. Is dit een superhandige tool? Het laat alleen maar even een reminder. Dit is gewoon een, een soort... Je de data er zelf ook, ook overheen inzetten. zetten. Maar, maar het is wel leuk juist dat je in de stream hebt laten zien... ...van, hé, hey, zal hier een indicator van zijn? En nee, je deed letterlijk in het de live FOMC-pop. Ja, pop, het is dat is vind ik dan al. Het maakt het makkelijk. Um, maar daar gaat het helemaal niet om. Want voor de rest vertelt de indicator helemaal niks. Het gaat er alleen om dat hij aangeeft... ...dat meer de FOMC is en dat je... Um, ...ziet dat er rond die data of op die data zelf... Nou ja, rond die data. ...dat er gewoon prijsactie is. Ja, en prijsactie maar... is feestje. Dat is het, maar moet je kijken. Dit is de uitspraak. Ja. Uitspraak, boom! Ja. Dat is hoe het werkt. Dit is de uitspraak. Uitspraak, boom! Als we hier kijken, hier zien we uitspraak. FOMC, boom! Ja. Altijd precies op het moment dat dat er is, is er volatiliteit. Ja, ja. ja en ik vind het ook heel erg leuk... Uh... En niet een beetje... Nee, maar ik vind het ook heel erg leuk dat je ook tegenovergestelde reacties heel vaak ziet. En dat is verwachting met uitspraak, vermiste verwachting. En dat is heel erg waar het hier om uh, draait. Bijvoorbeeld, uh, helemaal niet inhoudelijk, maar die FOMC, er komt een rentebesluit. Is het, is het, uh, is het hoger? Is het slecht? Is het lager? Is het goed? Ja. Weet je, en de markt verwacht ook al op een verwachting. En komt die verwachting niet uit, ja, dan is iedereen teleurgesteld. Komt het wel uit, dan gaat iedereen, ja, uh, Ja, Of en is het zelf dat... beter dan verwacht, dan uh, zie je gewoon prijsactie. En dat. Zie je letterlijk op de chart. En dat vind ik zo mooi. Je ziet hier bijvoorbeeld eerst euforie. Ja, we gaan jongens. En dan denk ik, ah, weet je oh, alles weg. Ja. En je kan daarop handelen. Je kan daarvan profiteren juist. Ah, even serieus. 5 procent We kijken hier naar de SP hè, jongens. Dit ook. Ja, dat zijn gewoon wel uh, serieuze moves die dat veroorzaken. Ik vind dat heel erg mooi. Dit... Um, even kijken hoor. Nog, nog... We gaan zo naar Bitcoin, maar we gaan even hier. Uh... Oké, okay, hier ook een scherpe daan gezien naar stijging. Uh, kantenpuntje, misschien zelfs, ook weer die uh, hele rare move, ook hier die hele rare move weer, ja ik vind dat mooi, ik vind dat prachtig, hier omlaag S het, het, het keert zo vaak terug, dat het daardoor significant wordt, ja. dat het denk ik zelfs belangrijk is, dat je niet bang wordt dat je juist achter de pc gaat zitten, en misschien moet je zelfs, misschien hoef je dan niet heel zwaar te gaan treden, of met een klein positie te gaan treden maar ik zeg altijd, als je dit soort situaties uit de weg gaat, ga je het dus, dus nooit leren. En het keert elke maand terug en elke maand biedt het kansen. Ja. En het biedt goede kansen. Ja, het, het biedt hele goede kansen. Nou, als we dan uh, richting uh, crypto gaan. Ja, richting... Is, daar, is, daar, is het daar hetzelfde ongeveer? Nou ja, daar zien we ook uh, gewoon dit soort uitslagen. Want je ziet hier is de uitspraak. Ja. Boom, Pas. omhoog. Nou, en, en waar hebben we het dan over in dit geval? Heb je het over nou, uh, 5%? Nou, Ik zie het eerst in uh, Wiki omlaag ja, zelfs nog. Dus ja. uh, de prijsactie is er sowieso ook bij, uh, bij bitcoin, ook bij crypto. Uh, hier zien we dat ook. Hop, kijk, een kijk, kijk. omlaag. Zo. Ja, nee, maar ze zijn er gewoon. Hier zien we uh, in eerste instantie een move omlaag. En het lijkt uh, klein, hè, Maar het is. Nou ja, dat is een prima treds. Het is gewoon uh, 2,8 ja. Dus dat is gewoon wel Niks veel. En deze move daarna omhoog is er ook. Maar tijdens ook ja, weer hier ook. Boom, omlaag. Nou, dat is ook gewoon weer een serieuze move, hè? Dit. Ja, nou, dat, dat is wezen, gewoon wezen, dik wezen, 7 wezen. En ja. dat zijn gewoon wel uh, de moves. En die volatiliteit, uh, die kan je dus verwachten rondom uh, FOMC. Als we dan kijken naar de huidige prijs. Er zijn, er zijn twee manieren hoe je hierop kan acteren. Die mag jij zo uitleggen. Okay. Dan ga ik eerst eens even laten zien wat je in ieder geval niet moet doen. Oké. Okay. Want we zeggen dus volatiliteit aanstaande. Toch? Ja. Volatiliteit is hevig. Dat ja. is daar gewoon. Altijd. Uh, als je dus hier beweegt met prijs. En je denkt bij jezelf, hmm, nou, ik zie hier een uh, mooi gebiedje liggen. En dat gebiedje kan ik ook nog eens een keertje conformeren. Kijk eens even, dit, dit zou wel eens een lekker treedje kunnen zijn. Dit zou nou een mooi traitje kunnen zijn. Ik heb wat conformaties, het ziet er nice uit. Die ga ik spelen. En je kijkt helemaal niet naar de klok. Je denkt helemaal niet na over dat het, is niet zo in dit geval, maar dat het 10 voor 7 is. Daar ben je helemaal niet mee bezig. En je denkt, hé, hey, dit is een mooi treed. die ga ik spelen. Wat gebeurt er met FOMC? We hebben net gezien meerdere procenten daling. Dat is gewoon een feit. Hè? Dat kan gewoon. 5%. procent. Dat kan prima. Wat gebeurt er dus als je 5% procent daalt hier? Boom. Gaat die dwars door je trade heen. Ben je uitgestopt. Dan ben je wrecked. Ja? Dan is je trade klaar. Finito. Donner. Dus heel dicht op de prijs gaan zitten. Rondom uh, die rentebesluiten op dit moment. Is niet zo heel erg verstandig. Dus heel dicht bij de koers een uh, trade in gaan plannen. Dus echt bezig zijn met een scalpje slash day trade. Op basis van uh, een FOMC-rentebesluit die uh, moet gaan plaatsvinden, is niet zo slim. Ja, en dat is het probleem waar ook de verwarring ontstaat. Heel veel mensen zeggen altijd: ja beter nu even sideline. Ja, dat is leuk, maar je moet, je moet weten wanneer je wat wel en niet kan doen. Welke tool, pas je toe. Als jij aan het traden bent, je hebt heel veel tools in je arsenaal. Je kan trades vooruit plannen, je kan in de prijs gaan traden, je kan gaan daytraden, je kan gaan swingtraden. Je moet weten wanneer je welke tool toepast. Je kan in de prijs gaan traden. Mensen vragen heel vaak aan ons, wat bedoelt Chris nou met in prijs? Nou, daar komt hij dus zo meteen eventjes op terug. Maar als je dus deze prijsactie ziet ja. en je weet van jezelf, oké, okay, die 25k was een belangrijk uh, niveau om te gainen uiteindelijk. Ja. Hier hebben we een hele mooie uitbraak, hebben we gezien. Dit kan best wel een interessante zone zijn om te kijken naar een entry. Ja. Nou, dan kan je ook uh, daarop inspelen door te zeggen... oké, okay, die hevige volatiliteit, boem, misschien gebeurt dat wel. En gaan we daarna weer verder omhoog. Zo'n soort trade zou ik wel durven laten staan. Want ja. de overspanning is groot genoeg. Ja, daar gaat het om. Het gaat om, uh, uh, dat is eigenlijk ook wel de eerste methode... de, 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 de spanning tussen de huidige prijs en een... Goede target. Het, moet, het, moeten, het moeten kwalitatief goede traits zijn. Dus het is niet... Ah, nou, we, nou, ik wil uh, FOMC, ik wil in positie komen. Nee, het moet gelijk al zijn... Pad. dat is een goede trade. Als je dan die spreiding erbij optelt... Dat is methode 1. Ja. Dat is een goede methode... Die je zelfs in dit soort omstandigheden kan uh, plaatsen... Omdat de spreiding gewoon der, dermate groot is... Dat je daarmee zelfs in een wik gevuld kan worden. Je dat weet... zijn trades die... Direct dus groen gaan. Je weet dat de kans op volatiliteit rondom dit soort events gewoon groot is. En daar kan je wel op inspelen. Je kan inspelen door een stukje voorzichtiger te zijn. Door niet heel dicht bij de koers te gaan zitten. Door uh, die volatiliteit te verwachten. Komt hij er niet, is het ook prima. Hè? Want je kan beter niet in een trade zitten dan in een slechte. En in dit geval uitgestopt zijn. Dus komt hij er niet, is het ook niet erg. Maar je kan beter wel zorgen voor. inderdaad, die ruimte. En dat je gewoon. Goed gevuld wordt als je ja. gevuld wordt. Wat we bij 90, misschien wel 95 van de FOMC zien. Ik ga letterlijk nu de prijsactie intekenen die, die, die over een uurtje ongeveer zal plaatsvinden. Dat is waarschijnlijk. Push omhoog, push omlaag en daarna gaan we iets doen. Of push omlaag, push omhoog en daarna gaan we iets doen. Dit is zo herkenbaar. Ga al die voorgaande prijsacties, de, uh, prijspunten erbij halen. Dan zie je deze constructie. En dit is natuurlijk methode 1, waar we proberen deze op te vangen. Wil je in prijs gaan treden? Dan gaan we hierna kijken, in Juist. de tweede fase. En daar gaan we dus al onderscheid maken. In welke periode ga ik welke tools toepassen? Je kan niet altijd met, als jij uh, uh, weet ik veel, een heel kleine uh, spijkercharts wilt slaan. pak je niet de moker. Weet je? En je moet echt de, de juiste tool voor de juiste. Uh, uh, taak erbij pakken. Nee, maar dat uh. is een hele goeie, je pakt niet de moker, want dan sla je je klauwen kapot, weet je, dat ga je niet doen. En dit is heel belangrijk, wat je zegt, van dat treden. je gaat pas kijken na de, de eerste openingsminuten van zo'n FOMC rentebesluit, dan denken mensen, ja, we, we, dit wordt slecht, ik ga short, ja. ik ga short, ja. ik ga short. Ja. oh nee, het ja. wordt nog goed, we gaan long, ja. we gaan long. En daarna, ja. komt pas die rust terug. En op het moment dat die rust terugkomt, dan kan je dus ook weer meer vertrouwen op de prijsactie die op je chart verschijnt. ten opzichte van die eerste paar heftige candles. En op het moment dat je weer meer kan vertrouwen op die prijs die op je chart verschijnt. dan ga je tegen jezelf zeggen: Oké, okay, wat zie ik nu in de prijsactie? Zie ik higher highs, higher lows, lower highs, lower lows? Wat voor constructies zie ik? En kan ik op basis van die constructie nu een entry nemen? Dat is heel erg belangrijk. Zodra inderdaad het vertrouwen terugkeert. kan je ook vertrouwen op de constructies die geprint worden. Juist. En dat is heel erg belangrijk. Dat zijn de twee manieren hoe je moet treden. Eén is dus meer spreiding. Twee is in prijs. Wacht totdat die initiële volatiliteitsexplosie. Totdat die een beetje tot rust is gekomen. En ga dan juist actief op zoek naar die, uh, naar die trade. Want we zien juist dat direct daarachter kwalitatief goede trades liggen. Ja. Voor het eerst. In jaren. Een andere tijd voor de video. Maar in dit geval met een hele goede reden. Om jullie een beetje uh, ja, richting te geven. Hoe je om kan gaan met de hevige prijsactie. Uh, die in heel veel gevallen ontstaat rondom zo'n rentebesluit. Wat kan je doen? Stoppen met treden? Nee, is niet nodig. Uh, treden kan altijd. En dan wel op deze twee manieren. Goed. Vond je dit weer een toffe video? Abonneer sowieso even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Smash op de duim. Renkt de video wat hoger aan YouTube. En is een blijk van waardering voor ons onderaan deze Video komen uiteindelijk alle linkjes richting www.dopecash.nl. Vind je onder andere ons DER-platform, Discord-kanaal, de supportlinks. Alle info over Platinum, alles staat daar. Bedankt voor het kijken en we zien jullie graag de volgende keer. Later.